Vlamingen, vrienden, volksgenoten, het is tijd. 9 juni. 9 juni. 9 juni. Ik hoop dat je het aangeduid hebt in uw agenda, want het is dan... De verkiezingen. De verkiezingen. De verkiezingen. We stemmen voor Vlaanderen, België en Europa. En we gaan dat binnen 4 maanden opnieuw mogen doen. 13 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politiek heeft anno 2024 nog weinig te maken met politiek. Meer met tenenkrullende memes. Als en reality TV in dure kastelen. Als je je keuze laat bepalen door het conclaaf, weet dan dat het meer kon dan klaaf is. Kortom... Dat heeft eigenlijk niet meer zo heel veel met ideologie te maken. En weet je nog niet op wie te stemmen? En wie nog niet goed zou weten op welke partij te stemmen, kan nog altijd onze stemtest gebruiken. Doe dan vooral geen stemtest. Die scheid is bedoeld om u te verwarren en uw politiek een toontje hoger te laten klinken. Volgens mij klopt er iets niet heel goed. Luister daarom goed naar mij. Een middelmatige YouTuber, maar een bedweter eerste klas. Ik zal u de politiek eerlijk en genuanceerd beschrijven. Eerst en vooral, iedereen praat eigenlijk over hetzelfde. Hoe zit het met uw koopkracht? Koopkracht, die koopkracht, de netto-koopkracht. Koopkracht, koopkracht, koopkracht van de overheid. Koopkracht, die koopkracht, de koopkracht. Le pouvoir d'achat, op de koopkracht, koopkracht, koopkracht. Koopkracht, 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 koopkracht. De koopkracht. Ja, koopkracht is dan ze zijn. Maar... Want als ze het nu ad nauseam vermelden, kunnen ze later de glorie opeisen. Het planbureau denkt dat die sowieso gaat stijgen in de volgende regeerperiode met 7%, omdat de economie groeit. Maar hoe dat ze gaan stoeven, kan al eens verschillen. Er zijn 7 partijen. Heel arbitrair kunnen we ze van links naar rechts ordenen. Je hebt de vuile communisten, de boomknuffelaars, de bende van Rousseau, de Tjeve, de zakkenvullers, de Vlaamse Tjeve en de nazi's. De termen links en rechts stammen uit de tijd dat Frankrijk nog een koning had. Voorstanders van de koning zaten rechts, tegenstanders zaten links. Zo was het makkelijker om de stemmen te tellen. Heden ten dagen hebben we helaas nog een koning. Tegenstanders zitten nu eerder rechts en de voorstanders zitten eerder links. Heeft het dan nog nut om over links en rechts te spreken? Het politiek kompas kan geëikt worden op verschillende assen. Nationalistisch versus globalistisch, communitaristisch versus individualistisch, pacifistisch versus militaristisch. Van deze 7 partijen zitten er 3 in het Vlaams parlement. Bedank hen voor het belabberd onderwijs en het stikstofdecreet. 4 van de partijen zitten in het federaal parlement. Merci voor de COVID, de kernuitstap en de grote druk op de zorgsector. Nu lijkt het alsof deze 2 partijen uitgesloten worden en zo de meeste stemmen gaan ontvangen van het morrende volk. Het zou heel grappig zijn moesten deze 2 frenemies samen meer dan 50% halen, waardoor de 5 andere partijen de oploper krijgen die ze eigenlijk al jaren verdienen. Een mens mag dromen. That's right.